Nu weet ik niet of je het filmpje achter mij goed ziet. De titel van het filmpje is Customer Service in a Crisis. Staat op het blog van Harvard Business Review. Gisteren verschenen. 11 september, oftewel wat de Amerikanen zeggen 9-11. En dat heeft ook met 9-11 te maken. 9-11 zou je bekend zijn, de Twin Towers. 11 jaar geleden, vliegtuigen die erin vlogen. En ja, 2.500 mensen die daarbij om het leven zijn gekomen. Je kan je afvragen, die ramp, die aanslag, wat heeft die nu te maken met klantservice? Nou, deze visiting professor, die deelt een ervaring met ons. Klantgerichte ervaring. En dat triggerde mij wel. Als je het Management Pro blog vaker leest, dan weet je dat ik wel iets heb met klantgerichtheid, met klanttevredenheid. En ongetwijfeld zal erin meespelen dat mijn ouders een eigen zaak hebben gehad, een eigen bedrijf, waarbij die klant een hele belangrijke rol speelde. Dat lieten mijn liefhebbende ouders ons duidelijk merken. En dat heb je ook eigenlijk meegekregen hoe zij met die klanten omgingen. Dus voor mij is dat toch weer bijna een rode draad. Ik onderzoek het, ik kijk het na, ik ervaar het en ja, ik heb er al meerdere dingen over geschreven. Zo triggerde dit filmpje mij ook. Het komt er eigenlijk op neer dat er tijdens de aanslag een vrouw in een penibele situatie terechtkomt. En ze wil bellen, zoals heel veel mensen op dat moment hebben willen bellen met hun vrienden, familieleden, etc. Ze komt net bij haar telefoon. En wat doe je op een telefoon? Op het moment dat je die pakt en je kan er moeilijk bij, dan druk je eigenlijk op het nummer wat je het laatst gebeld hebt. Nou, het nummer wat zij die dag het laatst gebeld had, dat was het nummer van First Direct, haar bank. Die bankier die had ook kunnen zeggen van luister, u bent verkeerd verbonden, u moet 112 hebben, ik kan niets voor u doen. Nee, wat deed deze medewerker? Deze medewerker zocht contact met de hulpdiensten. Die waren zeer waarschijnlijk al geïnformeerd, maar toch. En deed nog een tweede stap, liet een collega intussen bellen met de familie van deze vrouw. Met de man en kinderen van die vrouw. De vrouw heeft het overleefd. First Direct heeft er eigenlijk minder aandacht aan besteed, dat siert hen. Maar dankzij die vrouw, dankzij dat slachtoffer, is het verhaal toch naar buiten toe gekomen. En dat heeft een enorme indruk gemaakt op vrienden, familie, kennissen, etc. Dat is wat deze visiting professor doet. Die maakt er een business case van. Nou is het niet voor het eerst dat er van First Direct een business case wordt gemaakt. In de entry heb ik nog er eentje voor je. Het is natuurlijk wel interessant wat daar gebeurt. Heel veel organisaties willen op dit moment de beste zijn. Door toenemende concurrentie, alternatieve producten. Wereldwijd worden jouw producten en diensten ook aangeboden. En wordt in één keer die klantgerichtheid essentieel cruciaal. Nou ja, lang verhaal kort te maken. Het draait nog steeds aan die man of die vrouw die die telefoon oppakt. Wat is die primaire reactie? Red je de klant of red je de klant niet? Het overtreffen van de verwachtingen van de klant, dat wordt mij steeds duidelijker. Het heeft niets meer te maken met je reguliere proces. Maar dat zijn zaken waarvan een klant zegt, ik had nooit verwacht dat jullie dat ook zouden doen. Ik hoor lees graag van je wat jouw organisatie doet om de verwachtingen van je klanten te overtreffen. Wat jouw organisatie anders doet dan wat een klant normaal al mag verwachten van je. Ben benieuwd. En waarschijnlijk je klanten ook.